Welkom in de vlog van Rampjaren Hoelas. En vandaag gaan wij vleesbroodjes maken op mijn manier. Ik ga jullie dus laten zien hoe ik de vleesbroodjes ga maken. En allereerst wil ik jullie een fijne moederdag wensen. Fijne moederdag. Hopelijk worden jullie allemaal in het zonnetje gezet door jullie kinderen, kleinkinderen, etc. Laten we maar beginnen. Ik ga jullie nu laten zien wat we nodig hebben. Nou, we hebben dus 2 bakken kip gehakt nodig. Gekruid, ongekruid, maakt niet uit. En dit zijn de ingrediënten. Gemalen Laospoeder. We hebben knoflookpoeder nodig. Witte peper. Pimentballetjes. En 2 uien. En 6 teentjes knoflook. Kijk maar, dames en heren. En selderij. En selderij natuurlijk. Nou, wie gaat wat doen? Ik wil de uien snijden. Oké, Rane wil de uien snijden. Mama is vandaag als de assistente. Oké, is goed. Je mag de knoflook stampen. Ja, dat moet. Oké. Mama, zet je aan vast die... De kip gaat al in de pot. Ja, mama is onze assistente. Mama gaat ons uitleggen wat we moeten doen. Snijplank is daar achter jou. Zo. Dit velletje haal ik eraf. Chaka de Lulu. Oh, ja. Het is een beetje druk hier in de keuken. Want onze keuken is een beetje klein. Nee, peper hoeft er niet bij. En natuurlijk heb je ook bladerdeegje nodig. Gaat het dan niet pittig zijn? Nee, het gaat niet pittig zijn. Of wel? Mama, wat moet ik doen? Goedemiddag. Het is 2:10. Dan gaat het jou lukken om de uien te snijden? Ja, kijk, ik heb moestuintjes. Je moet alle specerijen. Dit zijn mijn roze bloemen. Dit zijn mijn rode bloemen. Dit zijn mijn regenboogbloemen. En ik heb nog meer. Dit zijn blauwe bloemen. En deze zijn witte bloemen, alleen die moeten nog groeien. Nou, kijk eens, dames en heren. Ik maak nu de kip gehakt helemaal fijn. En dan ga ik nu de kruiden eraan toevoegen. En onze dia gaat zo de knoflook stampen met pimentballetjes. Oh, kijk, je hebt dit nodig, een natte doek. Dit zet je onder de stampen, zodat het geluid niet zo hard is. Mama, doe ik het goed? Is het nou helemaal uit elkaar? Ja, nou de space erin. Oké. Maar je moet stop zeggen, hè? Want je weet, ik... Oké, ik begin alvast met witte peper. Ik ga mijn bril opdoen, want ik ben wel schiet het mijn oog in. Ja, doe maar voorzichtig. Oké. Mama, zeg maar stop. Dit is witte peper genoeg. Oké. Knoflookpoeder. Kunnen jullie ons wel zien? Ja, kijk, ik kan er niks aan doen dat jullie ons niet kunnen zien. We hebben een statief. Ja, we hebben een statief. Dus voor diegene die het dadelijk van dichtbij wil zien, dus laat ik het wel zien. Knoflookpoeder, Laospoeder gaat er ook een beetje bij. En hoeveel ongeveer? Gewoon zo, een beetje. Ja, ja. Gewoon een scheutje. En pimentballetjes. Een beetje sneller stampen. Dino, het is je oma niet. En hoeveel pimentballetjes, mama? Hoeveel stukjes? Oké, 4 stampen. 4 pimentballetjes gaan we stampen. En dat is het een beetje. Lukt het? Jawel. Ren, lukt het, schat? Zeer zeker. Oké, mooi. Ze is druk bezig met de uien te snijden. Hier is nog een kruiden, vleeskruiden. Oh, vleeskruiden ook... gaan er ook bij. Kan je ook in Want doen? Het is vlees. Ja. Mama, zeg maar stop, hè. Want ik ben een junkie. Zo. Ik zie niks. Kom, het komt er wel. Ja, het komt. Maar een beetje, ja. Homa. Zo, en dan ga je alles door elkaar mengen, husselen. Zo. Die heb lukt niet. Oeh! Ja, je bent morgen pas klaar. Oepsie. Die heeft bot. Die moet even weg. Ja. Ijskriebot. Moet je niezen? Ja, er komt van alle kruiden. Zo. Ik heb er echt een kliederboel van gemaakt. Zo. Kijk, Ren heeft alle uien al gesneden. Oh nee, ik heb nog één. Mag ik eentje doen, want ik heb daar niets te doen?
Je mag het doen hoor. Oh, ik mag een halve. Maar denk je dat ik alles goed heb gemerkt? Ja, je moet nog deze reten. Die knoflook. De knoflook gaat. Mag ik het ook mengen? Tuurlijk mag je mengen. Zet de wasgat. Zal ik het dan even voor je zetten? Dan ga jij wel mengen. Oeh. Wel sterk vast. Ja. Zo. Nou, alle knoflook gaan erbij. Met de gestampte pimentballetjes. Zo, chaka de lulu. Hier een klein beetje olie moet erin toevoegen. Mama gaat er ook een beetje olie aan toevoegen. Olie naar keus. Wij hebben zonnebloemolie, maar je kan ook olijfolie doen. Kan dat, mama? Ja, dat kan. Theelepel, toch? Ja, een theelepel. Zonnebloemolie. Twee theelepels zonnebloemolie. Goed kijken, hè, mensen. Zo. Lukt het, schat, of zal ik het overnemen? Ik ga het proberen. Oké, doe het dan maar. Deze nog. Oké, die ga ik nog fijn stampen. We gaan er nog extra pimentballetjes bij doen. Voor de smaak, weet je wel. Wil je mijn zonnebril op? Dadelijk spat het niet. Nee, het spat niet in mijn oog. Lukt het, schat, Raad? Ja hoor. Krijg je al traanogen? Nee. Wil je mijn zonnebril op? Toevallig. Ik heb koud in mijn mond, dus het werkt. Oh, het werkt dus. Rano heeft kalsum in de mond en dan kan je gewoon uien snijden zonder tranen. Ja. Tip van de dag. Mama gaat er ook paprika poeder bij doen. Voor is het een beetje rumoerig? Gewoon zijn vlog? Nee toch? We praten gewoon met z'n vieren. Het is niet rumoerig. Superleuk. Morgen begint school weer, hè? Stop. Hebben jullie er zin in? Wacht, schatteke, ik heb nog meer pimentballetjes. Zo, hoppatee. Kan jij roeren? Ja, ik ga wel roeren. Zo. Oeh, shit. Mag ik het verder roeren? Nee. Oké. Oeh, wat zwaar. Husselen. Moet je nagaan, het is al moederdag. Vorig jaar was papa er gewoon bij. Had papa ons geholpen. Met de moederdag ontbijt en met alles. Toen ging papa nog pannenkoeken bakken voor ons. Weet jullie dat nog? Diarano? Jawel. Toen had papa zo woep. Zo ja, te gedraaid, ja. Toch? Ja, dat weet ik. Papa kon echt alles, hè? Papa was maar van alle markten thuis. Ja, dit was genoeg. Oh, Rano had mij beloofd om nog eentje te doen. Deze Oké, kijk eens mensen. Oh, ja. Is het één hele ui, schat? Anderhalve ui heeft mijn zusje gesneden. En selderij. Zien jullie dat, mensen? Het gaat er ook bij. Zo. Chaka de lulu, chunkies. Alles valt ernaast, ik heb nog niks. Nee. En je kan ook peper aan toevoegen, diegene die peper eet. Ja, je kan maar ik eet geen peper, want dan krijg je net. Kan je eraan toevoegen. Het lijkt een beetje op visballetjes, hoe je visballetjes maakt, toch maar? Ja, maar dit is gewoon vlees. Maar dit is gewoon kip gehakt. Ja. Voor de mensen die lamslusten, kunnen ook lamsgehakt gebruiken. Rund gehakt, maar wij mogen geen rund eten, want we zijn Hindoestanen. Hindoeïsme! Ja, koeien zijn heilig voor ons. Hindoeïsme, ja, die is heilig. Zo. Oeh, ja, dat is. Kijk, dit is mijn zonnebril. Een pilotenbril heb ik. En het is lekker weer, hè? Het zonnetje schijnt. 23 graden. Morgen wordt 25 graden en om 25 graden moeten we op school zitten. We krijgen niet eens vrij. Ik had liever een zwembad kunnen opzetten. Echt hè, gewoon met de vogels zwemmen. Zo gezellig. Nee, ja. Echt, het is echt gezellig. Nou mensen, ik heb alles gemengd en je kan er ook ei aan toevoegen. Maar wij doen het dus zonder ei of ma zullen het met ei doen. Wat wil jij? Willen. Willen jullie er ei aan toevoegen? Mij maakt niet uit. Eén of twee eitjes. En dan meng je het goed door. Weet je wat, zullen we toch eitjes eraan toevoegen? Wat vinden jullie? Ja, toch? Ja. Dan pak ik even twee eitjes. Mag ik twee of één? Mag ik die erin doen? Oh, ik kan daar heel goed zo. Pim! Wacht even aan. Dat kan ik. Ik had een roerbak ei gemaakt. Maak je ei schoon, hè? Was hem goed schoon. Want jullie weten het waar het uitkomt, toch?
Een kip. Papa! Maar één of twee eigenlijk. Eén of twee. Zo random. Schatteke, kan je even nog een ei aan me geven? Oh. Ja. Twee scharrel-eieren, als je dat wil, voor de smaak, geeft het smaak. Het maakt het wat losser, weet je wel. Dan is het niet meer zo boep aan elkaar. Zo, ik ben een beetje ingezoomd. Ingezoomd. Oh, ik kan mijn zonnebril weer afdoen. Ja. Raan, wil jij de eieren breken, schat? Dan maak ik ook wat. Oh, ik wil dat ook. Oh, oké, okay, doen jullie twee. Ja, maar ik wil geen schillen in mijn eieren. Nee, ik ben professional. Kijk. Ja, maar je ziet het niet in de camera. Druk. Kom hier. Waar? Daar staan. Of hier. Kan ook. Ja, doe maar rustig aan, schatteke. Jij. Je doet zo. Wauw. Super. Even mijn handen. Alleen zijn je handen wel stief dan. Ik dan pak je dadelijk een vork en dan kom je de eieren goed. Dia, vertel. Dit is mijn ei. Zo. Ik schrok een beetje. Het is goed gelukt. Er zijn geen schillen. En Dia heeft gisteren een hele mooie compliment gekregen. Ik weet niet of van een meneer of een mevrouw, toch? Ik weet niet wie het is. Maar iemand zei dat ik... meisje met karakter ben of zo. Ja, en ik niet dan. Ik denk zijn dat wij geen meisjes met karakter. Ik zie het als een compliment. Ik vind het wel leuk. Dames en heren, Kaja wordt jaloers. Ja, jaloers. Kijk hoe knap ik ben. Want mensen zeggen dat ik hakje tasje bakje. Hakje tasje, make-upje. En dat vind ik zo leuk. Ja, en wij zijn jaloers. Hallo, maar mensen zeggen dat ik heel leuk ben. Ja, jongen. Hé, laat die vork knap. Oké. Wacht, het wordt een beetje druk onze vlog, hè? Een beetje roerig. Dadelijk willen ze niet naar onze vlog kijken. Niet dat wij docent doen. Het is weekend. Doe niet als docenten. Ik hou niet van. Zo. Moet ik het bakken voor je? Nee, we gaan het niet bakken. Het gaat gewoon in de, hoe noem je dat? In de mengsel van de gehakt. Zullen we het gewoon gaan? Dit zijn gehaktbroodjes, vleesbroodjes. Zo ziet het eruit. Oh, wacht even. Ik ben niet zo lang, weet je. Dus ik moet er meteen staan. We gaan ze zo met bladen dichtvouwen, schat. Even aan de kant. Want, maar alle eieren gaan erbij. Ja. Zo, hoppatee, tjaka de lulu champies. Och, heel nice, very nice, very Papa nice. Zou echt lachen als hij zou leven, mij in de keuken, ik bak er niks van, maar ik doe mijn best. Kijk, mama is het goed aan het omscheppen, dat de mengsel overal... En mama is ons aan het helpen, omdat wij dit nog nooit hebben gemaakt. Nee. Pastei weet ik wel hoe dat moet, hè? Want ik was gewoon 4 toen ik al gewoon pastei at en ging maken zelf in de keuken. Ik noem het maken, maar ik ging gewoon ei zo erop smeren, toch? Dat is gewoon maken, ik vind dat maken. En Rano deed dat niet, maar Rano kon dat niet. Ze was toen 2. Nou, ik kan het wel, Ik kan uitsnijden, dat is mijn... Pastei maken. Ik kan dat niet. Nee. Ik mag niet eens kaas snijden van mama. Ja, maar dat is gevaarlijk. Dadelijk snij je in je vinger of zo. Kijk. Ja, want ik ben niet onhandig. Laat eens zien, mama. Schat, kom even deze kant staan. Kijk, zo zit die. Zo ziet het eruit. En dan gaan we... Mama, is die nou goed? Kan ik even de bladen tegen uit de vriezer halen? Ja, die kan je uithalen. Ja. Je moet het ontdooien. Ja, hij moet ontdooien. Ja, ik pak even de bladen. Dus dit? Oh, het moet ontdooien. En wat is dit, schat? Het bladerdeeg. Ja. Goed praten, hè, schat? En dit is kaal. Ga je even uit de ontdooien halen. Even rustig aan. Ontdooien. Zo, en pakking geld. Ga je ook een chutney erbij? Moet je die plastic... Ik weet hoe dat moet hebben. Moet laten ontdooien. Zo een ketchup chutney. Oh ja. Ja. En vertel eens even, leg het maar uit hoe je het moet maken. Oh, ze doet die plakketje eraf. Ja, maar dat is belangrijk. Mensen eten die plakkertje ook soms. Nee. Echt niet. Kijk, ik heb een jurk aan van Adidas. Ik vind hem mooi. Ja, ik vind het ook mooi. Mama, is het klaar? Het is klaar.
graad is je haalt het eigenlijk uit elkaar, want het is belangrijk, want anders gaan ze plakken aan elkaar en dan wil je niet hebben. Weet je dat je dit goed met paneermeel kan doen en dan gewoon net als vis. Je kan er kroketjes maken, toch Mats? Hiermee. Ja. Oh, dat moeten we ook een keertje doen. Kroket à la cajo. Hallo, ik ook. Ja, hallo. Ach, wat mooi. Ja. Moeten we het nu met de lepeltje zo? Ja, ik ga het zo uitleggen hoe je de deeg dicht gaat vouwen. Want het is een beetje net als pastijtjes. Je moet gewoon een oven verwarm je voor op 200 graden. En ze gaan dus 40 à 50 minuten de oven in. Zodat het mooi goudbruin is, de deeg, de bladerdeeg. En dan kan je het lekker opsmikkelen. Yummy, yummy. Ja, en zo. We kunnen het al dichtvouwen, maar het is wel heel koud eraan. Kan je het aan? Oh, die rotkat is er weer. Oh, zie, zie. Ik ga jullie nu uitleggen hoe ik de deeg dicht ga vouwen. Nou, je pakt dus een beetje kip gehakt. Net als pastijtjes, wacht zo. Zet je zo in het midden. Gewoon zo, woep. Dichtplakken, toch? Ja, en dan plak je net een frikandelbroodje. Zo. Volgens mij. Kunnen jullie het zien? Jawel, ja. Toch? Zal ik het een beetje dichterbij? Schuif het een beetje naar voren. Schat. Sorry, ik kom een beetje dichter. Oh my god. Maar is dit te veel? Het is te veel, ja. Wacht, ik haal een beetje weg. Ja, het is de eerste keer, hè, dames en heren. Ja. Dus kan fout gaan. We hoeven het toch niet te verkopen, we gaan het toch zelf eten. Oh, nu ben ik ingestopt. Ga even die kant op. Oké, even aan de kant, schatten. Nou, ik vouw het dus zo dicht. Zien jullie dat? Oh, het is niet net als Picasso. Oeh, hij lijkt het. Picasso. Zo, zo hoort hij. Zo. En dan vouw je het dicht. Oh. Ik had iets te veel gehakt gezet, maar maakt niet uit. Oké, ik begrijp. Kijk, hij hoort er dus zo uit te zien. Zo. En dan snij ik het dadelijk door midden. Dan heb je twee bladerdeeghapjes. Snap je? Ja. En dan maak ik het. Jawel. Ik heb ook een vork nodig. Ja, dit kwartje valt bijna. Okay. Ja, bijna. Het begint te vallen. Zo. Niet laag. Dit is niet mijn specialiteit om een bladerdeeg dicht te vouwen, maar ja. We zijn geen professoren. Kijk, het is goed gelukt. Zien jullie mensen? Maar waarom is dit open? Ja, hij hoort open te zijn, zodat hij van binnen gaar kan worden. Snap je, schat? Dit is goals. Dit is rauwe goals. Oh ja. Hij gaat toch de oven in? Ik heb nog nooit rauwe goals in een bladerdeeg gedaan. Alleen goede goals die al gebakken is. Voor lasagne. Lasagne is kei lekker. Ik vind het niet zo. Maar van papa was het. Hebben jullie het gezien hoe het moet? Ja. Oké. Dus niet net als mij, veel gehakt gebruiken, want je weet hoe ik ben. Doe maar iets minder, schat. Ja, zoveel, ja. Dus je moet ongeveer zo één theelepel in het bladerdeeg dingetje doen. Ah, mama, jij maakt perfect. Ja, mijn mama is ook de prof hierin. Volgens mij is dit te weinig, hoor. Ja, doe maar iets meer, schat. Doe maar nog 1. Anderhalf theelepel trouwens. Ja. Ik ga. Mag ik even langs? Ook even een mes. En nu? Dichtvouwen. Ja. Oh, mijn is al helemaal. Mam, mag ik even voor ik? Kijk hier. Confusion. Die lepel moeten we weg doen en een andere lepel. Deze? Deze, grotere. Dan gaat het makkelijker. Kijk eens! Dit is die van mij. En ik snij tot de helft, toch? Ja. Mama, heb ik het goed gedaan? Ja. Mijne ziet er niet zo mooi uit, maar maakt niet uit. Gaat toch in je maag. Pas even mijn handen. Ah, wat ziet daar schattig uit. Ah, heel mooi. Cool. We gaan
40 à 50 stuks vleesbroodjes maken. Dus ik heb er echt zin in. Ik hou ervan. 40? Ja. Ik denk van niet 40. Misschien 30 of zo. We zijn nog bezig. Je hebt toch alles doormidden gesneden? Ja. Denk je dat het 40 stuk wordt? Zou kunnen. 40 is wel heel veel. Oké, 30 stuks dan. Nou, ik ga jullie even meehelpen, want ik heb niks te doen. Druk bezig. Ja, we zijn druk bezig in de keuken. Oh, Ran, die is van jou zo mooi. Dank je. Ja. Ik voel het ook gewoon dat ik het kan, weet je. Bij heel veel zijn dingen speciaal. Ja, die zijn heel mooi. Ze zijn goed gelukt. Snap het niet dat de mijne altijd misvormd zijn. Nee, echt niet. Alleen vind ik het echt zo'n werkje die niet voor mij gemaakt is. Weet je, mijn hand wordt vuur. Ja, dat is wel waar. We hebben al 18, dus we kunnen wel op 30 uitkomen volgens mij. Ja. Sta je toch? Ja, maar niet op 40 of 50. Kijk, we willen veel meer hebben. Ja. Zo, en dan vouw je dingen. Ja, dit is niet kapot gegaan, man. Je moet even wachten. Jullie hebben me een nudger gegeven. Echt niet. Hij zal ontdooid de bladeren in. Dan gaat hij niet meer. Wat is dat papiertje? Kunnen. Wat? Een papiertje is kwijt. Papiertjes kwijt. Zo. Is hij er al? Oh, dit is mama, is die papiertje kwijt of heb je wel een rafje? Oh, ik heb die papiertjes. Kijk, dit is toch beter gelukt dan die van net. En dan ga ik het nou nog door midden snijden. Kan dit mama of niet? Ja, dan. Maar stap je ermee, Eva? Die vader doet een. Wat is er gebeurd? Oeh, je hebt me opengeknapt. Een misvormde vleesbroodje. Ja. Maar maakt niet uit. Tikketakka. Zo. Zie je, kan het wel. Moet er even in komen. Zo. Mama, het is open. Kijk eens, hoort die open te zijn? Ja, toch? Ja. Ik ben bang dat ik het ga laten vallen. Ik had hem nog niet. Ik heb hem gefixt, weet je. Dat moet altijd gebeuren. Oké. Sorry. Dit is echt leuk om te doen. Vinden jullie niet? Ik hou ervan. Jawel. Oeps, een beetje drukte in de keuken. Oh ja, die bladerdeeg is toch net uit de dingen. Ze zijn een beetje hard. Ja. Vandaar dat die Varano mislukte. Dan moet je even wachten tot die ontdooid wordt. Zo. Een beetje meer gehad. Sorry, schat. Hè? Sorry. Oh, nee, nee, nee. Het is niet erg. Zo. Iets meer gehakt, toch? Ja. Dit is echt een lekkere snack. En straks gaan we ook nog voor mama brownie cake bakken. Want dat vindt ze heel lekker. Maar ik weet niet of dat in de vlog komt. Want veel mensen vinden dat denk ik niet interessant. Jullie houden van dit soort video's, hè, mensen? Dames en heren, ik heb een tip voor jullie. Sorry, spijt me zeer. Wanneer dit nog niet geontdooid is, dan kan je hem zelf ontdooien om dit te doen. En dan, ja, door de warmte van je hand, dan ja, die ontdooit, ja. En dat helpt, want de mijne is nu al flexibel. Ik ben het boter aan het smelten. Ja, maar je hand wordt wel koud. Gaan we dadelijk de bladerdeeg smeren? Hebben we nog plek voor nog een paar bladerdeeghapjes? Ja, hier. Oké. Nou, de kip gehakt is al bijna op. Ja. We hebben 2 bakken gebruikt. Maar als je dit voor familie gaat maken, dan moet je denk ik zeker wel 4 à 5 pakken gebruiken. En genoeg bladerdeeg. Ja, zeker. Ik pak nog 1 bladerdeeg, mama. Gaat het nog? Nee, het is gewoon klaar. Oh, het is klaar. Oké. Okay. Mama en Rano maken het even af. En dan gaat Dino nou de boter smeren op de bladerdeeg. Zal ik het doen? Uitkijken, nee, schat. Nee, ik wil het doen. Oké, Dia vindt het leuk. Laat maar zien hoe je dat gaat doen, schatje. Kijk, ik heb de boter. Nee, hou hem maar nog niet vast. Laat het even afkoelen. Ik heb de boter. Hier laat zien, ik heb de boter gesmolten en dan pak je zo'n keukenkwast. Nee, dat is? Ja, keukenkwast.
En ja, dat doe je een beetje erop, ja, die boter. En dan ga je het gewoon zo smeren op zo'n gehaktbroodje. Vleesbroodje, ik weet niet hoe je het noemt. Ja, vleesbroodje, gehaktbroodje. Allebei. Zodat het mooi goudbruin wordt. Ja. En we moeten dadelijk wel in de oven omdraaien, mama. Zodat de boven- en de onderkant ook gaar worden. Want het is kip, hè? Rauwe kip. Want papa ging altijd de kipgehaktvulling, of niet de kipgehaktvulling, de pastijvulling ging papa al maken op vuur. Ja. Dus die was al gaar voordat die in de oven ging. Maar dit moet je echt heel goed laten bakken, gaar worden. Want anders word je ziek en dan krijg je salmonella. En dan moeten we salmonella, niet hebben. Salmonella, het gaat in de oven, het gebeurt niks. Ja, het gaat in de oven en gebeurt niks. Maar ik zei even van dat je de bovenkant en de onderkant moet omdraaien, dat het mooi gaar wordt. Heb ik nog een functie hier in de keuken? Nee, ik denk het niet. Oh, jammer. We zijn al klaar, schat. Ik stond toch zelf zeker. Ik heb mijn eigen sneeën en die pastijtjes gemaakt. Ja, we zijn trots op jou dat je eigenlijk als zijn een pastijtje bent. Het zijn vleesbroodjes, schat. Ik voel me vereerd. Het lijkt op pastijtjes. Nou, dan zijn we zo bij jullie terug. Wanneer de vleesbroodjes de oven in gaan. Nou mensen, ik heb toch wel gelijk. We hebben gewoon 44 gehaktbroodjes gemaakt. Sorry, excuses. Ik heb altijd gelijk. Want je snijdt die bladeren dicht toch door midden, heb je er toch twee. Kijk, als je het dichtvouwt, als je een driehoek maakt, dan heb je één gehaktbroodje. Maar we hebben dus 44. Heel goed, proficiat. Genoeg. Ja. Even kijken, 44 gedeeld door 4. Iedereen mag 11 broodjes. Zo. Maar lekker. Ik heb er echt zin in, want ik hou van vleesbroodjes. Oh, kan ik dit morgen naar school meenemen? Nee, je gaat baas in worden, denk ik. Jawel, je kan het mee naar school meenemen, maar je gaat nudger krijgen. Oh ja, nudger. Ja, die bakkras. Ja, ze gaan je zware nudger geven. Elke hap die je neemt, of je moet gewoon delen met hun. Nee. Ik hou niet van delen. Mijn eten is van mij. Nee joh, ik ben niet greedy. Nee, grapje, maar nee, dadelijk krijg ik echt basie of netje. Nee, dadelijk wordt mijn eten basie. Nee, we eten het vandaag op, toch? Nee, ik denk niet dat alles vandaag opgaat. Nee, denk ik als ze van school komen. Oh ja, ja dan hebben we eten. Zo, heb je alles al ingesmeerd, schat? Weet je, mijn rooster is veranderd. En, oh godsamme, ik begin morgen... Maandag meteen met Duits. Gelukkig sta ik goed voor Duits. En heb je lieve Duits docent? Jawel. Oké. Maar ik had een keer een 10 gehaald. Tijdens mijn Duits is heel hoog. Hey, zeg eens wat in het Duits. Zeg maar hallo, ik ben Ranu. Goedendag, ik ben Ranu Hulas. Ik ben 13 jaar oud. En dat was het. Goed, ik heb hem voorgesteld in het Duits. En Dia, kan je wat zeggen in het Duits? Ik ga even nadenken. Ik kan wel Frans. Wat kan je dan? Je m'appelle Kajo, bonjour mon amour. En dat zijn echt die standaard dingen. Letterlijk croissant. En boeketten. Ik heb in de eerste Frans gehad, hè. Ik ben kei trots. Zeg eens. Zeg dan hallo, ik ben Dia. Hoe oud is het? Dat had ik gezegd toen ik 12 was. Maar nu ben ik 14. Ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Zeg gewoon, je m'appelle Dia. Je suis Dia. Het is geen je m'appelle, het is je suis. Dan wat is je m'appelle? Het is hetzelfde, maar ik ben je suis. Je hebt toch ook hallo, ik ben en ik heet. Oh, oké. Je suis Dia. En verder weet ik niet. Maar Duits ken ik wel beter, maar ik ben een beetje vergeten. Na de vakantie. Ja. Ik kan geen Duits. Ik vind Duits een beetje zo grof. Dat is wel waar. Ik kan ook scheld worden, maar dat ging je vertellen nu. Ja, ik kan ook Duits scheld worden. Maar dat gaan we niet zeggen. En we kunnen heel goed Engels, hè? Engels is gewoon mijn top. Nee, Engels is niet gewoon... van mij. Oh. Nee. Ik praat gebroken Engels. Half. I can talk English, I can walk English, I can speak English. Yeah. Papa was heel goed in Engels. I can eat English. Oeh, erg. Bagel. Wat? Dat is toch Engels? Bagel. Amerikaans? Ja, klopt. Maar gaan nou die vleesbroodjes Ja, de vleesbroodjes gaan nu in de oven.
Mama, wil jij het doen of zal ik het doen? Zo, de oven is heet. En nu op hoeveel graden? 5 minuutjes is hij op 200 graden. En daarna gaat hij op 150 graden, mama. 160, zoiets. Ja. Ja, jullie weten het wel. Als de deeg gauw bruin is, dan weet je wel dat hij gaar is. Oelala. Zo. Ze zitten in de oven, mensen. Dan ben ik dadelijk bij jullie terug bij het eindresultaat. Tot zo. Tot straks, dames en heren. Dit is het eindresultaat. De vleesbroodjes zijn klaar. En ze waren niet 50 minuten in de oven. Ze waren toch wel 1 uur en 10 minuten in de oven. Dus sorry daarvoor, want het is vlees. Het moet wel gaar worden. En dit is het eindresultaat, dames en heren. Ziet er echt heel mooi uit. En het is ook gelukt de eerste keer. Ja, tuurlijk mag je proeven. Ik ga ook proeven. Ik pak even een bordje. Hier een schaaltje. Ja, ik pak even een schaaltje, want ik kan niet wachten. En ik heb hier ook nog de tomatenchutney gemaakt. Kijk eens, mensen. En hoe smaakt het? Lekker. Echt? En wat voor cijfer geef je het? 10. Zo. De eerste keer en meteen gelukt en 10. Ik ga het ook proeven, ik ben echt benieuwd. Heinz ketchup. Ja, ik eet alles met ketchup, dus ik moet het bijpakken. Oh my god, het is zo lekker. Heel lekker, mensen. Super lekker. Dit moeten jullie ook thuis maken, het is echt heel lekker. Dankzij mama, want zonder mama kan ik echt niks. Kan ik niet koken. Mama heeft ons geholpen. Lekkere kruiden. Mm-hmm. Oh my god, ik ben sprakeloos. Zo lekker is het. Ik ook. Het is net klaar, hè? Alles is heet. Dit is heet. Dit ding is heet. Mm-hmm. Ja. Het vlees is ook gaar, mensen. Kijk eens. Zien jullie het? Het vlees is helemaal gaar van binnen. Heel lekker. Als je goed kijkt, komt er stoom van af. Ja, het komt ook net uit de oven. Het is heel heet. Is het ook knapperig? Ja, het is heel knapperig. Lekker krokant. Nou, dames en heren. Hopelijk vonden jullie onze video leuk. Heel veel geluk, liefde en gezondheid. Doekoe, 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 dinero. Like en abonneer. Lobby, lobby, lobby. Lobby, lobby, lobby. Doei.